Rekenen en wiskunde nemen tegenwoordig een hele centrale plaats in het onderwijs in Nederland. Er vinden heftige debatten plaats over de achteruitgang van het rekenonderwijs en wat we daaraan kunnen doen. Maar zo'n centrale plaats heeft het wiskundeonderwijs niet altijd gehad. Aan het begin van de 19e eeuw was er in geen enkel schooltype een verplichting om wiskundeonderwijs te geven. In die tijd werd wiskunde vooral gezien als een liefhebberij voor amateurs en als een toegepaste en daardoor minderwaardige wetenschap. De Latijnse scholen die toegang gaven tot de universiteit haalden hun neuzen ervoor op. Voor hen was het dan ook schrikken toen koning Willem I in 1815 bepaalde dat op alle Latijnse scholen de beginselen van de wiskunde onderwezen moesten worden. Maar het besluit was een beetje vaag. Het was niet duidelijk van wat er nou gegeven moest worden, hoe het gegeven moest worden en door wie het gegeven moest worden. En dat leverde allerlei conflicten op de Latijnse scholen in het land. Een van de meest bekende conflicten speelde zich af tussen een hoogleraar wiskunde hier aan de universiteit en de Latijnse school hier een eindje verderop. Die hoogleraar wiskunde was Jacob de Gelder. Hij kwam uit een eenvoudig milieu en had nooit een universitaire opleiding gevolgd, maar wist zich op eigen houtje te ontwikkelen tot een invloedrijk wiskundige. De Gelder schreef talloze boeken over wiskunde en had bovendien goede contacten die hem verder hielpen in zijn carrière. De koning zelf benoemde hem tot hoogleraar wiskunde in Leiden. Maar met zijn eigenzinnige karakter maakte de Gelder zich niet overal populair, vertelt Danny Beckers, die onderzoek naar hem deed. Hij maakte overal ruzie, hè? Hij maakte overal ruzie. Dat was een beetje onfortuinlijke eigenschap van de man. Hij had een heel starre visie over wat het wiskundeonderwijs moest worden. Daar had hij een hoop wiskundigen in mee. Maar zijn collega's hier in Leiden, die niet van de wiskunde waren, maar ook mensen van de adel, daar botste die regelmatig mee. Ook omdat hij zich niet wist te verhouden tot mensen uit die kringen. We lopen naar de voormalige Latijnse school. Daar werd de Gelder leraar wiskunde, nadat het wiskundeonderwijs in 1815 verplicht werd gesteld. Leiden was een van de Latijnse scholen die zich heftig verzette tegen de verplichte introductie van dat nieuwe vak. Dus hij heeft toen aangeboden aan de rector om wiskundeles te komen geven aan de Latijnse scholieren. De rector was daar niet zo voor, maar via het curatorium van de universiteit heeft hij zich toen opgedrongen en is hij hier lessen komen geven. Wat er vervolgens gebeurde weten we niet precies. In ieder geval draaide de zaak uit op een groot conflict. De versie van de Gelder was dat de rector achter in de klas kwam zitten en regelmatig de leerlingen opstookten om zich te verzetten tegen dat nieuw lichterijvak. De versie van de rector is dat de Gelder gewoon niet in staat was om orde te houden in zijn klas. Het verhaal gaat ook dat de Gelder zich nogal veel met het onderwijs bemoeide. Zo wilde hij de klassen indelen naar niveau en legde hij grote nadruk op het echt begrijpen van de stof, in plaats van het leren van een maniertje. Dat alles viel niet in de smaak bij de rector en de klassiek geschoolde docenten, die op de Gelder neerkeken omdat hij autodidact was. Al na korte tijd gaf de Gelder het op en stopte hij met lesgeven aan de Latijnse school. Maar uit verklaar je dat verzet van al die Latijnse scholen in Nederland tegen de introductie van wiskunde? Wat voor strijd vond daar plaats? Wiskunde was een vak dat geassocieerd werd met handwerk, met het landmeten, met de bouw van vestingen, met het aanleggen van polders. Wiskundigen, dat waren mensen die zich vies moesten maken om hun geld te verdienen. De Latijnse school wilde opleiden tot mensen die zich aan de universiteit konden manifesteren. Die hadden een kennisideaal dat zich veel meer had gebaseerd op de kennis van Latijn en Grieks. Die moesten niks van dat nieuwe vak hebben. Toch kreeg de Gelder uiteindelijk het gelijk aan zijn kant. Aan het eind van de 19e eeuw raakte wiskunde steeds meer ingeburgerd in het onderwijs. Niet in de laatste plaats door de opkomst van de HBS. Mensen konden een betere baan krijgen door meer wiskunde te leren. Het succes van met name de HBS heeft aan de gymnasia ook ertoe geleid dat men die wiskunde meer omarmde. Maar eind 19e eeuw zitten we ook wel in een hele nieuwe situatie waarin ook aan Latijnse scholen dit verzet tegen wiskunde is opgegeven. De industrialisatie heeft kennis van wiskunde tot een sine qua non gemaakt. Maar daarmee was de controverse rondom wiskundeonderwijs nog niet voorbij. Er was nog steeds discussie over de vraag welk type wiskunde onderwezen moest worden. Zuivere of meer praktische toegepaste wiskunde.
In Museum Boerhaven legt museumdirecteur Dirk van Delft die tegenstelling uit aan de hand van een bijzonder object. Ja, dit hoort bij het Wiskundige Genootschap, hè, opgericht eind van de 18e eeuw. En ja, het is een soort allegorie van de wiskunde, voerder in het vaandel zou je kunnen zeggen. En het geeft ook heel aardig weer dat Wiskundige Genootschap, wat was opgekomen uit amateur wiskundigen zou je kunnen zeggen, mensen die het als liefhebberij ook deden, dat ze zowel de toegepaste wiskunde als de zuivere wiskunde hoog in het vaandel wilde voeren. En deze allegorie die getuigt daar gewoon van. En ja, wat zie je daar? Daar zie je natuurlijk enerzijds dus kettingen voor landmeters. Nou, dat was natuurlijk de toegepaste wiskunde. Maar aan de andere kant zie je ook een piramide, het bestijgen van de wiskundige troon. Dat is natuurlijk het voorbeeld van zuivere wiskunde. Je ziet ook boeken, je ziet ook een aantal hoekmeetinstrumenten. Dat is natuurlijk weer voor landmeetkunde. Maar ook wereldbollen en allerlei andere zaken voor navigatie. En je ziet hier de samenhang tussen toegepaste en de zuivere wiskunde. Ja. Op die Latijnse scholen had men daar niet zo erg veel zin in, hè, in die toegepaste. Nee. Wat was de reden daarvoor? Ja, die toegepaste wiskunde, dat was natuurlijk lager in rang, om het zo te zeggen. Dus het idee is, ja, de zuiverheid van de wiskunde, dat spreekt tot de verbeelding. En ja, al die toegepaste wiskunde met kaarten maken en de loop van een kogel berekenen en een fortificatie en dat soort zaken. Ja, dat was toch een beetje meer laag bij de grond, om het zo te zeggen. Het gewone rekenwerk hoeft een Latijnse scholier niet echt te kunnen, was de gedachte. Inmiddels is dat beeld veranderd. Maar de discussie over hoe wiskundeonderwijs eruit moet zien, welke kennis en vaardigheden het belangrijkst zijn en hoe rekenen en wiskunde getoetst moet worden, duurt nog altijd voort.